Dit is Lux, het programma over religie en cultuur in de Lage Landen. Uw eerste hulp bij reflectie. Lux. En vandaag in Lux de Indonesische dichter, muzikus en soefi M.H. Anun Najib. Hij is met zijn Islam van de Vrede op tournee in Nederland. En dan nu een verlichtende boodschap uit Indonesië. De Indonesische dichter, muzikus en soefi M.H. Anun Najib en zijn band zijn nu op tournee in Nederland. Saya ucapkan selamat malam kepada semuanya. Goedenavond allemaal. Kami orang Islam. Wij zijn moslims. Mudah-mudahan musik ini menunjukkan bahwa dunia akan betul menjadi satu dengan kesadaran baru dan kearifan yang baru. Zaman wis akhir, zaman wis akhir, bumi negoyang. Akan lenjungkir, akan lenjungkir, negara negoncang. Thank you for coming for so many years. 25 years. You fine, healthy? Yeah. Good health. You as well, I hope. Yeah. This is really fantastic. Yeah. I have a surprise with me. Yeah. Just from what I found in my files. Look, here was that church tower, and here was your room. In 1984 komt Emma voor het eerst naar Nederland op uitnodiging van Poetry International. Op dat moment wordt in Indonesië zijn theaterstuk verboden. Vrienden waarschuwen hem dat het niet veilig is om terug te keren, en hij blijft hier dan een tijdje. To until 3 months, I was no one. I was, you know, stateless. I was homeless. I stay all the day, all the night around Stendal Station, Dam, Lights Plane, whatever, until I met this angel. Oh, and then I too much of honor. Op dat moment is Emma al een gevierd essayist, dichter en toneelschrijver in Indonesië. Door zijn kritische toon worden zijn stukken vaak verboden. Zijn terugkeer is door gespannen politieke verhoudingen gevaarlijk, en zijn gezin wordt in allerijl in veiligheid gebracht. Hij blijft stateloos in Nederland, en na wat omzwervingen wordt hij opgevangen door Stichting Homestead in Amstelveen van studentenpastor Auke Hofman. Well, maybe you don't remember that paper. I don't remember exactly, but I know exactly. I'm very happy that I could hand over to you a copy of this paper, so that you can see that little bit of your past coming back suddenly. Sympathetic and modest. And that's what I wrote to my fellow volunteering friends, because this was typewritten the 1st of October. 1st of October. 1984. Just exactly. Exactly. Yeah. On October. Yeah, and that was written here. 24 years ago. And this is my life. Emma is in 1953 geboren in Jombang op Oost-Java. Hij is de vierde van 15 kinderen. Zijn ouders waren zeer maatschappelijk betrokken. In de jaren 60 richtten ze onder andere al een bibliotheek en een school op. Hij wordt opgevoed met een brede kijk op de wereld. Itu statement Tuhan langsung lah ikrar hafidin, tidak ada paksaan di dalam soal agama, dan yang namanya kebebasan berpikir, berdiskusi itu adalah anjuran utama Al-Qur'an. Yang nomor satu namanya ijtihad. Anda selalu harus inovatif, Anda harus selalu membuka cakrawala baru, membuka jendela ilmu baru. Anda harus mendengarkan, karena ayat pertama di Quran bunyinya ikra, baca. Bacalah, 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 bacalah. You have to read all. Kamu harus membaca apa saja, memahami orang. Ashhadu an la ilaha illallah.
Kalau memang engkau tidak bisa menemukan wilayahku, biarlah aku terus berusaha mengetuk-ngetuk pintu rumahmu. Kalau memang engkau tidak bisa menemukan wajahku, biarlah para kekasih Allah yang mengusap-usap kepalaku. De protestantse kerk heeft Emma en zijn band uitgenodigd om in ons land verschillende interreligieuze groepen te bezoeken. En nu zijn we in Deventer. Samen met anderen dachten wij vorig jaar zomer, er moet een antwoord komen op het debat in Nederland, anti-islam, door Wilders aangezwengeld. Er was al sprake van dat hij met een film zou komen. En wij kenden, die vrienden en ik, een Indonesische kunstenaar die boven de partijen kan staan. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum, warahmatullahi wabarakatuh. Het geluid van de islam uit Indonesië, dat wordt hier niet gehoord. En dat is heel interessant. En wat is dat geluid? Dat het kan leven met andere godsdiensten op een gelijkwaardige en voldragen wijze. Niet superieur aan de andere. Waar ontleent deze man zijn gezag aan? Hij treedt al meer dan 15 jaar in Indonesië op met zijn gamelan-orkest. Hij is een performer en hij spreekt ministers aan. Wanneer er een kwestie is op het platteland waar onrecht gedaan wordt, komt hij met de boodschap van die dorpelingen. Stapt in, en presidenten, ministers, deuren gaan voor hem open. Ja, het is een signaal tegenover Wilders eigenlijk wat wij op deze dag willen afgeven. En we zijn heel blij dat, dat u onze gast bent. Hoe ga je om met mensen die aan die discussie niet willen deelnemen? Omdat ze denken, wij weten het. De fundamentalisten en de, dus die, ja, die weigeren geloven, zichzelf geloven te relativeren in het licht van het gemeenschappelijke doel. Kita juga tidak punya hak kepada siapapun untuk makan nasi. Untuk makan padi. Ja. Yang bisa kita lakukan adalah menyebarkan nasi. Ja. Dus wat zijn antwoord is daarop van, wat een ander doet, daar hebben wij geen recht van spreken over. Wat wij moeten doen, wij moeten die nasi delen, wij moeten het brood breken. Mm. En dat is ons antwoord. Dus ja, je kunt alleen maar tonen waar je jezelf door geïnspireerd bent. En de uitnodiging daarvan doen uit. Dus... Nah, seniman. Seniman ini yang bisa membangunkan spirit. Nah, dewasa ini para pemimpin agama tidak memfokuskan diri untuk membangunkan spiritualitas manusia. Yang mereka bangunkan, yang mereka apa namanya kibarkan adalah identitas dan fanatisme-fanatisme kelompok. Kan seperti mobile phone. Mobile phone itu ada casingnya, ada mesinnya di dalam. Yang bisa menangkap sinyal itu kan mesinnya. Yang sinyal yang lap 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 itu ya. Nah, orang sekarang sibuk dengan casing. Muhammadiyah casing. NU casing, Syiit casing, Mujahidin casing, Hizbut Tahrir casing, right? Hamas casing. Nah, senimanlah, kesenianlah yang mampu menemani manusia untuk menangkap sinyal. What is sinyal? That's enlightenment from God. Itulah siaran-siaran spiritual dari Tuhan. Kesenian begitu pentingnya karena dia sekarang yang membuat hati manusia tersentuh, membuat hati manusia menyala oleh cinta. Dan musik adalah cara terbaik musik untuk terbaik, musik kenapa? Terkuat. Karena dia langsung ke telinga, karena telinga lebih kuat dari mata, lebih kuat dari penciuman, lebih kuat dari mulut. Karena di dalam kitab-kitab suci selalu pendengaran yang disebut lebih dulu daripada mata.